Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Herenstraat helemaal vandaag met Stineke van der Graaf. Zij is fractievoorzitter van de provincie Groningen, of in de provincie Groningen, van de ChristenUnie. Ja. Heb jij zondag nog het eerste debat gezien met 5 vrouwen? Heb je gekeken? De First Ladies. Ja, wie was de winnaar? Moeilijk te zeggen. Ik miste eigenlijk het geluid van de ChristenUnie. Ja, de ChristenUnie was niet aanwezig. Nee. Wie had er moeten zitten dan? Carola Schouten, ja. Onze nummer 2. Carola Schouten is nummer 2. Die had een geweldige job gedaan, denk ik. Voor de mensen die niet meegekregen hebben, het was een interview op de zondagochtend bij WNL. Tussen 10:30 en 11:30. 5 dames, toevallig allemaal de nummer 2 op de lijst. De VVD zag ik, ze zag de SP. Ik zag natuurlijk ook Fleur Agema, ja, van de PVV. En er was er nog natuurlijk ook Stineke. Stientje. Stientje is daar. Stientje, ja. Van Veldhoven, Henk van D66. En dan denk ik bij mijzelf, als ik dat dan zo zie, dan denk ik ook dat zo'n Rick Niemann blij is dat het voorbij is. Want die was natuurlijk, ja, die was wel een beetje de missie in gaan met het interview van een week eerder met Wilders. Ja. Ja, vond jij dat sterk? Dat vond ik niet zo sterk. Nee. En ik zag daarna dat er een interview was geweest met de BBC met Wilders. Ja. En die stelde de juiste vragen. Die wel? Ja. Ja, hè? Ja. Dat had Rick ook moeten doen. Dat had hij moeten doen. Oh, Henk, dat is nog een kans voor open doel. Wat ik ook heel mooi vind, dat ik hoorde dat jullie grote lijsttrekker Gert-Jan Segers in debat gaat met Arjen Lubach. Ja, dat klopt. Ja, hoe ontstaat zoiets? In Leiden gaat hij in debat. Ja, volgens mij heeft hij een tijdje geleden al een keer op televisie met Arjen Lubach gesproken. Ja. En dat krijgt een vervolg nu voor een grote zaal, want ze zijn al verplaatst naar een nieuwe locatie. Uitverkocht. Het is uitverkocht. Uitverkocht. Ja. 2 toppers, Henk, naast elkaar. Gert-Jan Segers en Arjen Lubach. Ja. En denk jij dat de helft voor Gert-Jan komt en de helft voor Lubach, of dat 90% voor Lubach komt? Ik hoop 90% voor Gert-Jan. Ja, dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig zijn. Ja. Hey, naar de spannende weken die er voor jou aankomen. Hey, jij staat 6e op de lijst. Ja, ja. Dat klopt. En de ChristenUnie heeft op dit moment 5 zetels. Ja. Dus, Henk, mocht de ChristenUnie er een zetel bij krijgen, dan ga jij naar de Tweede Kamer. Dat klopt. Toch? Dat klopt. Is dat spannend? Ja, dat is ontzettend spannend. Ik wist dat het een hele spannende plek zou zijn, dus ik zie heel erg uit naar die komende weken. Maar ja, het spant er wel om. Ja. En we hopen op groei. De peilingen staan er goed voor. Ja? Ja. 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 Dus eigenlijk zijn jullie overtuigd kun je natuurlijk nooit zijn, want je weet het natuurlijk nooit, maar jullie hopen op die 6e zetel. Ja, vanmorgen was ik in Zuidhorn en daar zeiden we met elkaar. In Zuidhorn nog wel? In Zuidhorn, ja. Ja, ik ben ook al op campagne. Ja. Daar zeiden we rekenen op 5, we hopen op 6 en we dromen van 7. Oh, ja. Dus ja, ik hoop gekozen te worden. Ja. Hey, waarom denk jij dat het deze keer gaat lukken? Is de ChristenUnie is die in beweging? Zit de progressie in? Ja. Ja? Ja, de ChristenUnie heeft echt, ik denk ook in de laatste jaren laten zien met een geweldig team van die 5 kandidaten, van die 5 Kamerleden die nu ook weer kandidaat zijn, dat we echt kunnen laten zien dat we resultaten kunnen boeken, dat we meedoen. We hebben denk ik een mooie boodschap voor het land. Iedereen telt mee. We willen ruimte voor vrijheid en de toekomst voor onze kinderen. Dus ja? Investeren ook in duurzame energievoorziening bijvoorbeeld. Jij zit al helemaal in dat. Dat hoort, dan mag het ook wel een beetje verwachten, denk ik. Jongens. Maar die beloftes die de ChristenUnie gaat doen in deze weken, hè, voorafgaande aan de verkiezingen, die moeten ze natuurlijk na die tijd ook waar gaan maken. Ja. Huh? Is een ChristenUnie, is dat een partij waar je van op aankant, Stineke? Ik
denk het wel. Ja, ik dat denk het wel. Jij zegt... Ah, zeker, zou ik dan ja? zeggen. Ja, want ja. Dat kun je natuurlijk niet maken om te zeggen van dat denk ik wel. Nee. Maar kijk, dit is een tijd waarin je de kans krijgt om je idealen te delen. Voor wat voor samenleving wil je? ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dus dat geldt en we willen graag ook ruimte voor de regio. En ik denk dat we in de afgelopen periode ook hebben laten zien dat ChristenUnie een partij is die oog heeft voor de regio. Voor de werkgelegenheid ook hier. Als ik kijk naar hoe onze Kamerleden zich hebben ingespannen, ook voor de kazerne in Assen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook hoe we dat zelf doen hier in de provincie Groningen. Ja. Van de ChristenUnie kun je wel zeker op aan. Hey, hoe belangrijk is het geloof nog bij de partij? Het geloof op zich. ChristenUnie, dat zegt het al, hè? Ja. Het zijn christelijke mensen, Henk. Hey. Het zou wel raar zijn niet, als je je partij ChristenUnie noemt en de mensen zijn niet christelijk. Maar zijn er ook mensen die niet, die zoals ik, ik ben niet echt christelijk, maar heb ik ook aan Inge gevraagd trouwens, wil kijken wat jij ervan vindt, aan Inge Jongman. Zou dat kunnen? Nee. Hebben jullie stemmers die niks met geloven hebben, denk jij? Ja, zeker. Ja, die zijn er wel? Ja, die zijn er zeker. Kijk, ChristenUnie is inderdaad een partij waarvoor de mensen actief zijn, die zijn vaak christen. Zij geloven. Maar we zijn natuurlijk een partij die er is voor iedereen. En dat laten we ook zien. Dus we doen ook voorstellen voor iedereen. En het leuke is nu dat je... heel veel mensen komen nu uit als ze de stemwijzer doen bij de ChristenUnie. Ja, hè? En, heel veel mensen? Heel veel mensen. Ook al heb je niks met geloof. Ja, hè? En daar hebben ze echt iets leuks voor bedacht. Op onze website www.christenunie.nl ja. Hebben ze nu een eerste hulp bij help. Ik kom uit bij de ChristenUnie. Wat nu? En dan kun je een antwoord krijgen. Oh ja? Vragen. Ja. Nou, als je, stel Henk en ik vulden hem in en onze grote Jacob ook. Hè, met ons drie en wij vullen ja. de stemwijzer in. Dan kan het dus maar zo zijn dat wij bij jullie uitkomen. Dat kan zeker zo. Heel veel mensen komen daarop uit. Ja. En wij zeggen dan ook, blijkbaar verschillen we niet zoveel van elkaar. Hebben we dezelfde idealen of voor een deel dezelfde ja. idealen? Ik vind het eigenlijk wel een hoopvol signaal. En ik hoop dat de mensen zien dat ze bij ons terecht kunnen. En als ik kijk naar lijstjes, we komen nu in heel veel lijstjes wel goed uit. We zijn de enige partij die geen voorstellen doet, die afbreuk doet aan de rechtsstaat bijvoorbeeld. Ja. We hebben goede ideeën voor klimaat, voor Henk, energie. Hoor je het? Wat er allemaal, hè? Is jou eigenlijk nog maar. Welk nummer hebben jullie eigenlijk? Welke partijnummer hebben jullie? Wat moeten we aannemen? Lijst nummer 7. Lijst nummer 7. Ja, mooi getal. Hey, wat is de kracht van Stineke de Graaf, van de Graaf? En wat is de kracht van jouzelf hier in de provincie? Nou, ik denk dat ik heb laten zien in de laatste 10 jaar dat ik hier statenlid mag zijn. Ja. Dat ik zo'n tijdje. 10 jaar alweer, hè? Toen was je hartstikke jong nog, hè? Ik was een student. Ja. Ik was 22. Ja. Ja, dat klopt. En, ik ben een betrokken persoon. Ik ga graag naar de mensen toe. Ik hou er niet zo van om de hele dag in het provinciehuis te zitten. Nee. Maar echt op pad te gaan. En, maar ook het geluid vanuit de regio te vertolken. Hè. Als ik kijk naar wat hier speelt in Groningen met ja. de gaswinning. Ja, hoe staan jullie daarin? Nou, ik vind het echt puur onrecht wat hier plaatsvindt. En dat ongelooflijk zelfs. Ja, hè? Vlak voor ik op vakantie ging, werd ik gebeld door een jonge vader. Die zeggen, ons huis is onveilig, ik kan het niet verkopen, er is nog geen alternatief en mijn dochter is bang. Ja, ik vind dat onrechtvaardig. Ja. Dus ja, daar moet de overheid en de NAM moeten daar zeker wat aan doen. Dus die gaswinning moet verder omlaag. Ja. En, maar ik vind het belangrijk dat mensen ook centraal komen te staan. Hè. Bewoners hebben het gevoel dat ze niks over hun huis te zeggen hebben. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat je er zelf over gaat, ook welke aannemer je bijvoorbeeld kiest. Maar ook dat het werk bij de kleine aannemers terechtkomt. Ja. Maar ook dat mensen gewoon meer kans krijgen om hun recht te kunnen halen. Maar dit is nou een onderwerp. Dit is nou een onderwerp waar ik bang voor ben. Dit is nou een onderwerp waar geen enkele partij hetzelfde zegt als jij. Maar hoeveel van die partijen gaan zich daar na de verkiezingen aan houden? Dat sterk maken voor de gaswinning. Want kijk wat er wordt gezegd van, stel dat dit was gebeurd in de buurt van Amsterdam of Den Haag of Rotterdam, daar was zeg maar bijkans heel Nederland in opstand gekomen en nu moeten wij het, jaren na dato moeten we het eindelijk weer gaan doen. Dus hoe staat die ChristenUnie hierin? Ja, de ChristenUnie wil echt graag dat... Net zoals elke andere partij dus, Stineke. Nou, wij willen wel verder gaan dan elke andere partij. Dus ik hoop dat als wij sterk zijn, dan kan ons geluid sterker doorklinken ook. Kunnen we ja. meer invloed aanwenden.
Ja, maar vind ik het belangrijk dat die gaswinning wel verder omlaag gaat. Het kan ook niet anders. Hè? En uiteindelijk zullen we helemaal naar nul moeten gaan. En als ik kijk wat er in Groningen gebeurt, wij voelen hier ook dagelijks van binnenuit dat het anders moet. Hè? Dat gas opraakt, dat we naar een andere energievoorziening moeten, dat we jonge vakmensen willen opleiden hier op scholen. We voelen die noodzaak hier. Daar kun je echt wel van op aan bij de ChristenUnie. Maar vind jij dat je nu, heb je genoeg verteld? Nu heb je het idee dat je overgekomen bent? Dat hoop ik van. Ja, nee, maar Henk, wat vind jij ervan? Heeft ze het uitgedragen ook? Ja? Heeft ze gezegd dat mensen op een of andere manier op de ChristenUnie moeten stemmen en waarom? Want dat is natuurlijk wel de kracht van de heer Straat, dat je dat dus weet. Ja. Ga er maar voorbij hoor. We hebben alle tijd. Henk, film gewoon door. Ja, maakt hem niet uit. Hallo. Hallo. Mooi man. Hey, dat is dus goed gegaan? Volgens mij wel. Ja, volgens mij ook wel. Ja. Volgens mij wel. Dus Henk, als de ChristenUnie 6 zetels krijgt, gaat deze dame naar Den Haag. Kans is groot, zegt ze zelf. We rekenen op 6, we hopen zelfs op 7. Dus na Anne Kuik ga jij dan ook naar Den Haag. Dan raken we dus 2 kanjes kwijt. Jij moet nog kiezen. Waar wil jij uit kiezen? Zeg het maar. Ik zou niet weten waar jij moet kiezen. Nou, jij kiest maar uit. Ja, waar kies je nou eigenlijk uit? Ja, ik, Henk, weet jij wat? En Jacob? Hebben jullie niet iets waar zij uit kan kiezen? Uit 2 politici misschien. Uit, hoe heet die mevrouw nog maar? Hennis? Hennis Plasgaard. Hoe heet die van voornaam? Janine Hennis Plasgaard. Of toch misschien wel Fleur Agema. Oeh. Dat is wel een lastige keuze. Ja! In de camera. Ik vond hem zelf heel goed. Hennis Plasgaard, Janine of Fleur Agema. Nee, jij moet kiezen. Uit die 2. Opschieten nu. Fleur? Of Carola Schout. No. Dat is natuurlijk makkelijk, zeg. Die is van de ChristenUnie. Ja, dat is makkelijk. Henk, Fleur of Janine? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, maar ja, Henk, jij weet het, hè. En Jacob ook, hè. Het is in ons geen. Ga nu maar, hoor. We hebben alle tijd. Doe maar. Henk, Jaltema. Koos. Hey. Bedankt jongens. Een grote fan van jou hoor. Grote fan. Ja, bedankt man. Alles goed. Goed naar Koos. Ja, groeten. Ja, mooi man. Koos. Hey, mooi, hè? Topper. We gaan nog 1 keer. Er wordt gekozen uit Fleur Agema of Janine Hennis. Jij kiest in de camera. Janine okay. Of Fleur. Ik ben voor vrouwen. Nee, in de nee, je hoeft alleen maar een naam te noemen. Okay. Janine of Fleur. Kom maar, Henk. Janine of Fleur? 3, 2, 1. Oké. Dan kies ik voor Janine. Nee. Jij die kant op. Wij hopen, jongens, wij hopen natuurlijk eigenlijk dat ze in Groningen blijft. Maar wij hopen natuurlijk voor haar zelf dat ze de ChristenUnie 6 zetels krijgt. En ze kiest, Henk, dan komt hij voor Janine Hennis.